Tijdens de regeringsraadvergadering van afgelopen woensdag is geconstateerd dat de doelen voor de BTW niet volledig zijn behaald. Om de doelstellingen alsnog te behalen, zullen de huidige benaderingen grondig herzien moeten worden. De regeringsleden hebben daarnaast ook gesproken over de anticorruptiewet. Tijdens de vergadering, die in aanloop was naar de evaluatie van het IMF-programma, dat gepland staat voor later deze maand, zijn enkele belangrijke kwesties besproken en besluiten genomen. Leden van het bedrijfsleven van Suriname en Guyana hebben woensdag het eerste gesprek gevoerd in het kader van het opzetten van een Suriname-Guyana Kamer van Koophandel in Guyana. Het doel van de vergadering was om de bilaterale en economische banden tussen de beide landen te bevorderen, zodanig dat ondernemers een cruciale rol daarin spelen. BIBES minister Albert Ramdin gaf aan dat dit initiatief vele ontwikkelingen en kansen biedt voor ondernemers. De internationale organisatie OneShot stimuleert internationaal ondernemerschap, ontwikkelingslanden door de introductie van het OneShot Investment Acceleration programma dat vandaag van start gaat. Het 12 weken durende programma is onder andere bedoeld om startende en gevestigde ondernemers te helpen bij het opzetten van een digitale onderneming op internationaal niveau. Voor dit programma is OneShot een partnerschap aangegaan met onder andere Guyana en Suriname. Vanavond om 8 uur zal via ATV kanaal 12.2 de start van het programma te zien zijn.